Even de Napel is de naam en naast mij zit... Ja, Jericho. En vandaag gaat het dus tussen Atletico de Madrid en Olympique Lyonnais. Met deze formatie stapt Atletico Madrid het veld op. Vandaag wordt er gespeeld in een klassieke 4-4-2 zonder Ruud. Dat wordt tegenwoordig wel eens als ouderwets gezien, Jori. Ja, je ziet eigenlijk wel heel veel ploegen dat spelen. En dan is het ook maar net afhankelijk van of ze aan het aanvallen zijn of aan het verdedigen zijn. Vaak als ze aan het verdedigen zijn, dan zie je met een vlak middenveld. Zijn ze aan het aanvallen? Ja, dan zie je toch wel een van die twee middenvelders meer bij de spitsen komen. Dan lijkt het meer op een ruitje. Hiermee verraad ik wel een beetje mijn leeftijd, Jury, maar een van mijn herinneringen aan het stadion van Atletico was het optreden van de Rolling Stones tijdens het WK van 1982. De Rolling Stones, Evert, is dat ook een voetbalploeg? Olympique Lyon werd opgericht in 1899. Ze zijn 7 keer kampioen van Frankrijk geweest. En het bijzondere is dat dat 7 keer op rij was. Van 2002 tot en met... Nou, 2008, hè. Ik kan wel rekenen, Evert. Maar is inderdaad bijzonder. Ook dat ze dus pas na een ruime eeuw de landstitel hebben gepakt. Atletico Madrid mag laten zien wat het kan. De aftrap hebben ze al genomen. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Quarantin Tolisso. Lacazette. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Juanfran. Godin. Philippe. De scheidsrechter geeft een vrije trap zo vroeg al in de wedstrijd. We zijn nog maar net bezig en de eerste gele kaart is alweer uitgedeeld. Die slijding was niet volgens de regels. Sliding, overtreding. Thiago. Mogelijk een goede kans hier. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Super steekbal. Penalty. De scheidsrechter wijst naar de stip. De scheidsrechter geeft een penalty en een gele kaart. Was het dat hij geen rood krijgt even? Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. Hij mist de penalty. Ja, maar hoe kun je ook zo een penalty nemen? Stefan Savic, Thiago, Torres, Koke, prima paas, mooi opgepakt. Thiago,
Goeie ingreep van de keeper. Welk hoekschopscenario kiest Atletico Madrid hier? Stefan Savic. Ja, dit gaat goed. Bal voor de keeper. Chalet. Voordeel voor... Net begonnen en dan al een vrije trap. Oh, dit kan een kans worden. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Torres. Godin. Yannick Carrasco. Die paas wordt doorzien. Cornalon. Gezal. En Olympique Lyon bezorgt zijn tegenstander angstige momenten. In de handen van de keeper. Antoine Griezmann. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Yannick Carrasco, Antoine Griezmann. Zo, die heeft plannen. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Die ging hard. En wie had dat nou gedacht? Die man met de neus voor de goal, hij mist. Ja, hij heeft waarschijnlijk zijn dag niet. Antoine Griezmann. Lyon is nu aan zet. Chalet. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Juan Fran. Thiago. Antoine Griezmann. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Nabil Fekir. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. Er moest een voorzet komen, maar de verdediger zit er goed tussen. Gevaar is dus voorbij. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Antoine Griezmann. Een oh zo belangrijke goal die het team op voorsprong brengt. En de aanvoerder scoort. Hij geeft het goede voorbeeld even. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Memphis Depay. Lacazette. Wie weet levert dit een kans op. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden.
Fernando Torres geeft een paas, maar de bal wordt onderschept. Lyon is nu aan zet. Ze zijn geduldig op zoek naar de vrije man. Ja, dat is een goede actie. Hij heeft de bal terug. Oké. Thiago. Ze wachten geduldig hun kans af en spelen de bal rond. De vlag gaat omhoog buitenspel. Thiago. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Vrije trap vanaf een voor hen gunstige positie. Gele kaart, daar lijkt hij goed bij weg te komen, Juri. Ja, dat is toch een beetje vreemd, Evert. Ik bedoel, hier staat toch een rode kaart voor? Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Sliding, overtreding. De doelman pakt de bal en laat hem voorlopig niet meer los. Quarantin Tolisso. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Wie pikt hem op? Maakt zich wellicht al op voor een schot. Hij krijgt hem op de slot. En de keeper heeft hem zonder problemen. Cornalon. Lekker combinatiespel. Daar is het balbezit. En nu? Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur. Want is hem alweer kwijt. Torres. Nabil Fekir. Mogelijk een goede kans hier. Lacazette. De keeper brengt redding. Olympique Lyon verzamelt zich voor de corner. Yannick Carrasco. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Doet hij goed. De keeper redt. Waar speelt Atletico Madrid die corner naartoe? Hij verbaast me niet. Hij strekt zich ook helemaal uit, maar kon hem toch alleen maar schampen. Yannick Carrasco. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Antoine Griezmann. Hij vlacht voor buitenspel. Moeilijke beslissing hoor. Want hij had een vrije schietkans. Oh, oh, oh.
Thiago. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? En hij is de bal kwijt. Gezal. De eerste helft is gespeeld en de stand is 1-0. Van hem hebben we genoeg goede acties gezien in de eerste helft, Jori. Ja, die speelt bijna altijd goed, hè. En kijk, hij scoort ook nog eens. Dus hij zal behoorlijk blij zijn. Ja, hopelijk kan hij nog een keer scoren om de voorsprong nog wat uit te bouwen. De rust zit erop. We gaan kijken naar de tweede helft hier in het Estadio Vicente Calderón van Atletico Madrid. En Olympique Lyon bezorgt zijn tegenstander angstige momenten. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Quarantin Tolisso. Felipe. Torres. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Ziet er gevaarlijk uit. Torres. De keeper heeft hem. Wat een doelpunt. Hij moet hem eigenlijk klemmen of zo. Of wegstompen. Zodat er geen tegenstander meer bij kan komen. Nou, hij had ook wel wat meer hulp mogen krijgen van zijn verdediger. Goal van Atletico Madrid. Nou, de verdediging ziet er daar niet best uit. Ze hadden geen idee waar ze de bal moesten zoeken. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Nabil Fekir. Quarantin Tolisso. Wie weet levert dit een kans op. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Goed voor geel. Daar krijgt hij geel voor. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. De scheidsrechter had geen keuze hier. Die bal belandt bij een tegenstander in plaats van bij een medespeler. Het zag er goed uit, maar nu loopt de aanval toch stuk. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Die bal is voor de keeper. De scheidsrechter legt het spel stil om te kijken hoe het met die geblesseerde. De speler is. Hij heeft verzorging nodig, want hij heeft flinke pijn. De geblesseerde speler is gewisseld. De wedstrijd gaat verder met een scheidsrechtersbal. Thiago. Torres. Inworp voor Atletico Madrid. Schimmer Verzelko. Koke.
En neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Nou, ik had toch meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. Nabil Fekir. Fraai gedaan daar. Hij heeft de bal alweer veroverd. Knappe tackle. Bal over de zijlijn en gevaar voorlopig geweken. De coach heeft nu een andere tactiek bedacht. En terecht zou je denken, want zijn ploeg stond achter en dan moet je wat doen. De bal gaat rechtstreeks richting strafschopgebied. Antoine Griezmann. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. Torres. Wat gaat hij doen met die bal? Antoine Griezmann. Een super redding hoor, voor de keeper. Atletico Madrid mag het spel hervatten met een corner. Ze stonden achter en zo'n wedstrijd duurt natuurlijk niet eindeloos. Logisch dus dat de coach kiest voor een wissel en voor een andere tactiek. Hoekschop belandt bij de tegenpartij. Wat gaat hij doen? Dat is een goal. En de invaller zet zijn stempel op deze wedstrijd. En die bal gaat erin. Het scheelt heel weinig. Alweer een goal van Atletico Madrid. Ja, voor de wedstrijd zou het natuurlijk aardiger zijn als de tegenpartij een keertje had gescoord. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Cornalon. En Olympique Lyon bezorgt zijn tegenstander angstige momenten. Ze bouwen rustig op, loerend op een opening. Er loopt iemand mee, dus hij kan de bal kwijt. De aanval leek gevaarlijk, maar ze zijn de bal alweer kwijt. Torres. Aanval wordt gestopt. Atletico Madrid mag ingooien. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Borrell Rodriguez. Nabil Fekir. Oh, wat mag Olympique Lyon hier dichtbij komen. Nog 20 minuten. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Oké. Torres. Fernando Torres geeft een paas, maar de bal wordt onderschept. Cornalon. Knap veroverde de bal daar op het middenveld. Die paas wordt doorzien. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Overtreding en hij heeft al geel. Nog een kaart en hij kan vertrekken. Het is aan de scheidsrechter. De doelman maakt de vrije trap compleet onschadelijk.
Jallet. En Olympique Lyon krijgt de bal mee naar voren. Uithalen zou ik zeggen. De keeper redt. Die keeper is als de bank van Zwitserland vandaag. Nabil Fekir. Oké. Maakt zich wellicht al op voor een schot. De verdediging werkt niet mee. Nabil Fekir. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur. Wat is hem alweer kwijt? Krijgt steun. Dit wordt menens. Mooie redding, maar de bal is nog in het spel. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog 10 minuten. Cornalon. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Jallet. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Antoine Griezmann. Šimov Jelko. Doet die goed. De bal moet scoren. En doelpunt. En hij maakt zijn tweede. Hij is niet te houden vandaag. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. De trainer haalt hem naar de kant. Hij zal toch niet ontevreden zijn over zijn spel. Dat lijkt me niet, Evert. Hij heeft een topwedstrijd gespeeld en verdient gewoon de wedstrijdbal. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Goeie tackle, hij heeft de bal te pakken. Hij dringt door in de 16. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Nabil Fekir. Albuena. Hij heeft zich goed vrijgespeeld en kan de voorzet geven. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. En Olympique Lyon bezorgt zijn tegenstander angstige momenten. Gaat op het doel af. En ook die bal heeft hij te pakken. Jongen, 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 wat een goede redding. Hij laat gewoon niets door vandaag. Daar had hij echt een open kans. Alleen de keeper nog voor zich. Mooie kans. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Jallet. Thiago.
Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Wat gaat hij doen? Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Doeltrap wordt onderschept door de tegenpartij. Dat was gruwelijk mooi. Dan schiet hij. Een enorme afzwaaier. Wegkans. Schimmer Joko. Einde van de wedstrijd bij de stand 4-0. Wat zal het zelfvertrouwen van de spelers een knauw krijgen door deze wedstrijd? Ja, dat denk ik ook. Ze zijn gewoon afgedroogd. En dat is nooit leuk. Nou, wat een geweldige wedstrijd van hem. Wat ging hem dat makkelijk af, zeg. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon twee gemaakt. Hè. Dat is toch knap. En hij past van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag de zege heeft opgeleverd.